Het lijkt erop dat er donkere wolken samenpakken boven het schijnbaar perfecte leven van Frans Bauer. Roddelpraat heeft een bom laten ontploffen met een schokkend gerucht dat Frans Bauer een slippertje zou hebben gemaakt met niemand minder dan Sineke Peters, de jongere zangeres die al geruime tijd samen met Frans op het podium staat. Maar wat dit gerucht pas echt sappig maakt is dat het niet zomaar uit de lucht komt vallen. De bron van deze roddel is niemand minder dan Frans eigen broer, Doris Bauer. Ja, je leest het goed, de broer van de volkszanger zelf gooit olie op het vuur. Volgens Doris zou het allang niet meer koek en ei zijn in het huwelijk van Frans en zijn vrouw Mariska. Hij beweert zelfs dat Mariska alleen nog bij Frans blijft vanwege zijn roem. De signalen waren er al, vertelt Doris, zonder blikken of blozen. Hij schildert een beeld van een gezin dat niet zo gelukkig zou zijn als het naar buiten toe lijkt. En wat te denken van zijn opmerkingen over beloftes die Frans zou hebben gedaan en deuren die door Sinneken werden geopend. Het klinkt alsof er meer speelt dan we tot nu toe dachten. In een poging om de geruchten de kop in te drukken, heeft Mariska Bauer gereageerd in weekblad privé. Er is helemaal niets aan de hand, zegt ze stellig. Iedereen heeft kunnen zien dat we het fijn hebben samen. We zijn nog steeds een gelukkig gezin. Maar hoe overtuigend ze ook probeert te klinken, het voelt alsof ze zich wel heel erg moet verdedigen. Bovendien, waarom haalt ze een zomervakantie met weekblad privé erbij om hun gezinsgeluk te bewijzen? Natuurlijk wil Mariska dat iedereen gelooft dat alles roze geur en maneschijn is, maar de vraag blijft: waarom zou Doris dit allemaal verzinnen? Heeft hij een dubbele agenda of komt de waarheid nu eindelijk naar boven? Eén ding is zeker, zolang Frans en Mariska geen duidelijkheid geven, blijven deze geruchten de kop opsteken. En als er nog meer pikante details naar buiten komen, kan dit wel eens het begin zijn van het einde voor het ooit zo geliefde Bauer-imperium.